Hé, hey, ben je aan de paal knuffelen, ja, of wat? Deze nog iets verder. Deze zo nog, als je ja? In Nederland. Ja, zo. Voet in Duitsland, billen in België, andere voet in Nederland. Jongens, waarom doe ik dit? Echt, het is echt zo'n mijlpaal. Je kijkt hier echt letterlijk de diepte in, de hoogte in. Alles is transparant waar je loopt, de tredes. Oh. Hey, wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. En deze vlog staat weer in het teken van een... Oh, wacht. Niks zeggen. Wat heb jij? Je hebt de hint in je hand namelijk. Ja, we gaan naar Bollo toe. En dan denken jullie alweer... Ja, gewoon omdat het kan. Ja. We gaan naar Bollo toe. We gaan naar Bollo toe. We gaan naar... Nee, we gaan weer even lekker een weekendje ertussenuit, jongens. We hebben de zolderverbouwing afgerond. En het is dit weekend nog heel mooi weer. Het is namelijk op dit moment 25 maart, toch? Ja. En we vertrekken dus dadelijk richting Zuid-Limburg. We gaan naar Vaals toe. We zitten in een landelpark Hoog Vaals. En vanuit daar gaan we, als het een beetje mee zit... Ja, dat klopt inderdaad, Nova. Omdat we natuurlijk pas vanmiddag rond 4 uur of zo in kunnen checken, hebben wij besloten dat wij vandaag eerst naar Vaals zelf gaan, naar het Drielandenpunt. Nova is daar nog nooit geweest. Wij zijn er nog niet zo heel lang, ik zeg nog niet zo heel lang geleden, maar volgens mij is het ook alweer een tijd geleden. Zijn wij daar wel geweest, maar dan kunnen we Nova ook laten zien hoe het ja, eruit ziet als je op een punt staat. Ja, tot je in drie landen zit, hè? België, Duitsland, Nederland. Maar ik weet hoe je in alle drie de landen kan staan. Ja, hoe dan? In het ene land, dan in het andere, met je andere voet in het andere land. En dan knuffelen om de paal en dan ben je om de drie landen. Oké, nou we gaan het uiteraard aan jullie laten zien. We gaan nu eerst de auto even volladen met alle spulletjes weer. En dan vertrekken we richting Zuid-Limburg. Zo, de spulletjes zitten er weer in. Onze eigen kussens natuurlijk. Al wat eten en zo, maar we hebben daar vlakbij het landelpark. Hebben we ook een Lidl zitten, dus daar kunnen we ook onze boodschappen doen. En natuurlijk de grote koffer. Ja, nee, ja, hier hoeven we nu nog niet heen. Maar strakjes dus wel. Nee, hebben we geboekt. Nou, weten we die ook. Zo, dat zag er mooi uit. Ja, mooi, hè, dat uitzicht. Wow. Maar we gaan nu het stuk op waar we met onze fiets in de vorige vlog bijna niet tegenop kwamen. Oftewel het laatste stuk naar Drielandenpunt. Ja, gek hè? Onze oren klappen al dicht. Ja. Zo, kijk, nog een laatste stukje omhoog. Ja, met de auto is toch leuker dan met de fiets. Ja. Maak het net wat makkelijker. Welkom, Labyrinth, Drielandenpunt en de taverne De Grenssteen. Daar willen we eten toch bij de Daar willen we als het goed is eten, ja, als het dan wel open is en zo. Wat zeg je, Nova? Ja, dat is Engels. Opa. Ja? Zuma Tieto. Oh. Kijk jongens, we zijn aangekomen. Nou, voordat we alles gaan doen, gaan we eerst even kijken of we kunnen eten. Smullen. Juist, vooral dat smullen. Oh ja, en plassen. Oké. Okay. Gevonden. Ja. Kom, gaan we eerst even lekker op je eten. Je gaat wel iets gezonds eten, toch Nova? Ja. Kijk maar, ik ga de vlag eten. Een vlaggetje van Nederland? Ja, wel Nederland. Maar je hebt lekkere pancakes, hè? Heerlijk. Kijk, en we hebben lekker. En lekker. Zo, merci. Yes. Lekker broodje carpaccio. Zo jongens, het is echt super rustig, of zo op een vrijdag. Nou, nog niet alles is open, want ik had begrepen dat het hoogseizoen hier pas op 1 april ging starten. En over is het nog even lekker aan het spelen in de speeltuin hier bovenop de berg. Een parcours.
Yo, ze hebben hier gewoon wilde dieren. Kijk nou, kijk nou. Oh, yo! Goed zo. Nou, we hebben even gespeeld, hè? Yes. En nu is het tijd om even naar drielanden.nl te lopen. Dan kunnen we eens kijken of Nova in 3 landen tegelijkertijd kan staan. Ja. Dat zal wel heel gaaf zijn. Het is echt super lekker weer, jongens. Nou, heerlijk. En heel rustig, want kijk maar eens. Normaal staat het helemaal vol met mensen. En daar in de verte voor jullie, die paal, daar is het. Ja, op 322,5 meter... staan we nu op het hoogste punt van Nederland, Nova? Ik kom er niet bij het hoogste punt. Nee, maar je staat op het hoogste punt. Dit is gewoon... Dus waar je staat is het hoogste punt. Echt, hè? Ja, en dan is daar, waar de vlaggen zijn, dus daar verderop, daar is het drielandenpunt. Nederland. Oh, waar sta je? Oh, Nederland. Oké, okay. Duitsland. Oh, wat ga je doen? België! We zijn er, jongens. Het drielandenpunt. Kijk nou. Gewoon in 3 landen. Hé, ben je aan het paal knuffelen, ja, of wat? Deze nog iets verder. Deze zo nog als je, ja? In Nederland. Ja, zo. Voet in Duitsland, billen in België, andere voet in Nederland. Hey Bollo, ben jij gewoon ook in alle 3 landen? Wauw. Tadaa! Oké, jongens. We gaan omhoog. We gaan omhoog. Oh nee, we zijn opgesloten. Oh, hey, een lift. Oeh, spannend. Hoe kan je nou ook vrees hebben? In een lift, we zien niet eens. Nee, je ziet nog niet eens wat. Wel. Oh, kijk. Nu zitten we nog gewoon hier. Zo, hey, we hebben gewoon een privé-toren. Kijk, dit is in Nederland. We hebben gewoon een privé-toren hier. Er is gewoon helemaal niemand, kijk nou. Nee, echt helemaal niemand. Wauw. Ja, dat gaan we zo doen. Voordeel van YouTubers zijn, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar we staan op de top of the world. Kijk, en hier hebben we het labyrinth. Daar gaan we dadelijk ook nog in. Daar komen we nooit meer uit, zie dan. Nee, dat is, ja, daarom film ik dit nu, hè? Dan hebben we van boven, ja, kunnen we kijken van bovenaf. Je zal daar maar wonen, jongens. Daar heb je een partij grond om je huis heen. Wauw. Maar goed, dat is dus Duitsland. En daar, rechts in de zon, hebben we België. En dan lopen we even die kant op. En hier is Nederland. En aan deze kant hebben we inderdaad Nederland. Hey, Manova. Weet je wat het probleem is? We moeten ook nog naar beneden, hè? En die treden, daar kan je door. We gaan de treden stellen, maar die zijn wel, daar kan je doorheen kijken, zeg maar. Dus dan kijk je ineens de diepte in. Heb je er zin in? Nou, ik vind het echt leuk. Ik weet nog bij de vorige vlog dat mijn lichaam volledig protesteerde. Ik wil dit niet. Jij wordt echt van die zeebenen, krijg je dan. Ja. Nou, we gaan kijken of het gaat lukken. Weet jullie het zeker? Echt waar? Ja. Dit is de eerste kant. Oké. Jongens, waarom doe ik dit? Echt, het is echt zo'n mijlpaal. Je kijkt hier echt letterlijk de diepte in, de hoogte in. Alles is transparant waar je loopt, de tredes. Oh, en dan ga je de hoek om en dan kijk je nogmaals de diepte in. Oh man, dit is echt super eng. Ik laat het aan jullie zien. Dit bedoel ik. Je kijkt dus letterlijk gewoon zo naar beneden, jongens. En je loopt langs de buitenkant. Oh man. Mijn benen zijn zo weeg nu. Ik heb er normaal geen last van, maar nou wel. Ja, trouwens, ik heb er altijd wel last van trouwens. Maar dit is altijd hier zo. Dus we gaan snel naar beneden. Oh, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Oh. 76, ja. Oh. 12. Dus 212, 212 treden. Jongens, hoeven jullie dat niet meer te doen. Oké. Okay. Blijf ook weer met mijn beide voetjes, ja, op de grond staan, hoor.
Oké, we hebben een optreden tussendoor. Yo, wat ga je doen? Oemtje, 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 oemtje. Dit is de holbewonersdans. Goed. Oké. Ze is niet van... Nee, ik ken haar ook niet. Kom, we gaan snel weg. Oké, jongens. Labyrinth, we gaan het proberen. Kosten overigens 5 euro voor die kleine en 6 euro pp voor ons. Ja. Ik denk dat ze een maatje te groot zijn, over. Daar gaan we. Welkom. Loop maar. En dan mag jij gaan we duwen. Ja. Wow. Juist. Oké, we zijn dus nu in het labyrinth. En een labyrinth, hebben we net geleerd, is hetgene waar je in het middelpunt moet zoeken. Geen doolhof. Wij noemen het een doolhof, maar dan moet je de uitgang vinden. Dus we zijn nu in het labyrinth. We hebben een paspoortje gekregen voor Nova. Daar staan ook vragen in. Als wij een geheime deur weten te vinden waar je een code in kan toetsen, kunnen we die als het goed is met de vragen die hierin staan kraken. Want dan krijgen we 5 cijfers uit. Dus daar ben ik benieuwd. Dat moeten we even gaan kijken zometeen. En verder... Is het als het goed is de bedoeling, als we het middelpunt vinden, dat hopen we dan, heb je daar ook een klein douaniershokje staan waar je een stempel kan zetten als we het hebben gevonden. Ja. Nou ja, en voor de rest hebben we allemaal informatie in het boekje en dingen over het verleden. En dan gaan we gewoon maar op zoek naar het midden, ja, denk ik. Of de deur, de deur. De deur, de deur. Weet je wat nou het gekken is? Je moet betalen om te verdwalen. Ja, dat vond ik wel een leuke. Ja, precies. Ja. Dus we gaan nu snel maar eens even verdwalen dan, hè? Kijk, daar moeten we uitkomen, maar er zitten nog een aantal bossen tussen. En we hebben wel het voordeel natuurlijk, het is nu nog lente. Ja. Dus het is niet helemaal dicht gegroeid. Dus we kunnen een beetje er tussendoor spieken. Daar zag ik ook al iets. Ja, ja, ja. Een puppy. Wat? Een puppypup? Een puppymees. Oh, een puppydol. Oh, lachen. Oh. Ja. Wauw. Kijk, daar stonden we net op, jongens, op die toren. Oh, vraag. Het labyrinth bestaat uit wat voor haag? Uit wat voor haag bestaat het labyrinth? Een haagbeuk. Een beukenhaag of een haagbeuk? Wat is dat nou voor een kabouterhuisje? Huh? Hey! Dat is toevallig. Hoe zit het hier in het huis? Ja, hier gezellig. Ja? Mooi. Oh, kijk maar, zoals een raampje ook. Ja, precies. Wat leuk. Gewoon op licht. Ja. Hé, hey, maar... Zullen we verder gaan? Ja, we moeten verder, hè? Nee. Ja. Ojo, we hebben de geheime deur al gevonden. Dus we gaan eventjes kijken of we de code kunnen kraken. Zitten er ook letters bij? Ja. Oké. Ja. Een Y, een C, een X en een sterretje. Oh. En een 0. Dan moet dat C zijn. Ja. Nee. Oké, de deur gaat niet open, ondanks dat wij voor bijna 99,9% zeker weten tot de code die we hebben gevonden in het boekje, totdat het er moet zijn. Ja, dus of, we, ja, of de batterij is leeg of zo, hè? We hebben alles geprobeerd. We hebben een beetje alles geprobeerd, hè? Nou ja, goed, dan moeten we toch een iets langere route nemen. Maar dat is het voordeel, als je dat deurtje weet open te maken, dan kan je de boel afsnijden. Maar goed, we hebben ook betaald voor alle meters in dit labyrinth, dus dat gaan we ook gebruiken ook. Goed. Hey, Bollo is ook hier weer te vinden. Kijk eens, jongens. Het is nog best groot inderdaad, ja. Wow. We moeten dus in het midden zien uit te komen, jongens. Hoe gaan we dat doen? Jongen, 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 jongen. 3 hours later. Ja, 3 hours later. Oh, echt, hè. En dan hebben we nog geluk dat we doorheen kunnen kijken. We kunnen nagaan hoe moeilijk hij anders is. Oh. En in de bosjes verstopt zitten sensoren. En als je daar langs loopt, dan gaat het water uit. En dan moeten we heel snel zijn voordat hij weer aangaat, anders heb je natte voeten. Want... We wachten even. Kijk. Anders ben je nat. Nou, inmiddels hebben we de derde brug gehad. Dus daar zijn we al geweest. En nu op de derde. Dus ik denk dat we er bijna zijn, jongens. Ja, we zijn er sowieso heel dichtbij. Ja, maar toch zo ver weg. Maar toch weer zo ver weg, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Volgens mij zijn we er, jongens. Ja! We zijn er! Hier, wat doen we dan? Nova!
Hij doet niet meer. Oh ja. Gefeliciteerd, uw zoekopdracht is volbracht. Binnen het uur, maar lang niet iedereen. Ja. Kom schat, zitten. Ah, oh, zo, de love seat. Oh, je voelt het, hè? Ja, echt wel. En ondertussen zit Nova mooie muziek te maken voor ons. Ja, genieten van het leven, jongens. Heerlijk, we moeten daar alleen nog eventjes daarin gaan zitten. Ja, en we zitten in de toren. Nogmaals, gefeliciteerd, u heeft het middelpunt bereikt. Gemiddeld doen de bezoekers er tussen de 30 en 45 minuten over. Heb jij dat ook bijgehouden? Nee, niet helemaal, maar ik denk ook wel zoiets. Zoiets, hè? Ja. En dan zitten we in het middelpunt, jongens, van het labyrint. Tijd voor een ijsje, jongens. En je hebt een lekkere twister, hè? Die is echt super groot. Ga die helemaal opeten, denk je? Nou, genieten geblazen. Nou, we gaan weer onderweg naar de auto. Het is inmiddels 3:50. Om 4:00 kunnen we het huisje in. Dan gaan we eerst nog eventjes langs de supermarkt. Om wat spulletjes te halen, zodat we vanavond even lekker in het huisje kunnen eten. Morgen willen we lekker gaan uiteten. Toch? Of zondag? Ja, weet ik niet. We moeten even kijken hoe de planning uitkomt. Ja. Maar eerst moeten we onze auto terugkopen. Dat kost €2,50 als je hier op het parkeerplaats staat. Je kan ook wel her en der over een gratis parkeren. Maar ja, we willen natuurlijk het dichtstbij. Minst lopen. En dat kost €2,50. Dus dat valt nog wel mee. Ja, net reden we er langs. Maar nu gaan we naar rechts toe. Landal Hoogvaals. Bollo knikt. Bollo heeft er ook. Kijk, Bollo heeft er ook zin in. Daar is die. Kijk, gelijk zo'n mooi uitzicht zo naar beneden. Maar we kunnen gelijk. Ja, gelijk naar. Door. Ja, dus check-in. Ja. Ja, dus ik denk gewoon naar de bungalows. We hebben een sleutel, leggen we zometeen even uit. En dan kunnen, als het goed is, zometeen gelijk erin. Als het goed is, hebben wij deze hier op de hoek. Oh, dat zou echt een mooi plekje zijn trouwens. Ja, even kijken. Hij staat nog open, de deur, maar dat geeft niet. 3:15. Ja, het is hem wel. Ja. Oké. Nou. Houd je telefoon tegen het slot. Houd hem er maar tegenaan. Oké. Ja, kijk. Dan maakt hij een geluidje. Ja. Juist, yeah. Kijk. Nou, we zijn aangenaam verrast door het huisje. Het is lekker klein, knus. We kijken uit op een golfbaan, dus ik hoop niet dat we zo'n bal dadelijk in onze tuin terecht krijgen. Maar zoals jullie gewend zijn, is het nu tijd voor een huisjestour.
de bedjes zijn weer opgedekt. Nova heeft even de rustmomentje met de tablet. Kijk, en Melissa is al druk bezig om weer een lekkere soep te maken. Soepie. Om dadelijk onze maag eens lekker te vullen. Hé, maar je had iets luxe ontdekt in die keuken, hè? Zo ja. Ja, ten eerste hadden we een hele grote koelkast. Ja, voor een van landbouwbegrippen, een huisjesbegrippen, is dat echt een hele ruime koelkast. En deze is ook heel vet. Knopje, en dan gaat vanzelf open. Echt? Ja, gadget. Moeten ze dat ook gewoon in onze keuken dan maar doen? Ja, misschien. Gewoon leuk of zo. Ja, moeten we maar een nieuwe combi over en zo bestellen. Alleen daarvoor. Ja. Super vet. Nou, we gaan daar onze maagje vullen. En ja, het heeft toch echt wel een beetje vakantiegevoelen, jongens. Als we dit zo openmaken. Kijk eens. Wauw. Landal Hoogvaals is een autoluwpark, zoals dat heet. En dat betekent dat je nadat je de spullen uit de auto hebt gehaald, je auto op een van de parkeerplaatsen moet parkeren. Nou zit hij in dit geval bij ons echt letterlijk nog op geen 50 meter van ons huisje af. Dus dat is wel ideaal. Nou goed, ik ben nu inmiddels weer thuis. Het zit echt daar zo waar de slagboom zit. Daar letterlijk om het hoekje staat de auto geparkeerd. En we zijn alweer bij het huisje. Ideaal. Dus nu is het tijd om even lekker onze buikjes te gaan vullen. En hoe vet is dat, jongens? We hebben nu voor de allereerste keer, toch? Nou, ik denk het wel, ja. Ja, hè? Diepe borden. Gewoon versoepborden. Echt, normaal moeten we uit die van die halve schalen gaan eten en zo. Maar hier hebben we gewoon allemaal weer diepe borden. En het viel ons ook weer op dat de pannen en zo weer allemaal nieuw zijn, hè? Ja, die bij ons gewoon. Dus waarschijnlijk heeft het huisje ook een recente vernieuwing ondergaan. En dat merk ik ook wel, hè? Het zijn allemaal nieuwe spulletjes die er staan. Badkamer. De badkamer is allemaal nieuw en de wc is nieuw. Dat ziet er allemaal weer goed uit. Alles is nieuw. Ja, alles is nieuw. Nou, niet alles. Het huisje heeft alweer een beetje dat ouderwetse sfeertje. En dan maakt het wel weer leuk. Ja. Maar goed, nu is het tijd om lekker die buikjes te vullen. Dus lekker eten. Zo, het buikje zit weer vol. En we gaan heel even een klein beetje in het park verkennen door even lekker nog te wandelen. En Nova, ga je ook wandelen of niet? Nee. Nee, wat heb je dan bij? Een step. Oei, kijk nou, een step. Oké. Okay. Wow, en dat is ook wel leuk met die heuvels hier natuurlijk in dat landschap. Asfalt ook. Ziet te gaan. Je hebt ook een rem, hè? Oh jee. Als ze valt, wij weten van niks, hè? Nee. Ik heb hem zo, ziet te gaan, joh. We zullen het nog niet tegen haar zeggen, maar ze moet natuurlijk straks ook terug. En dan heeft ze dus een bergje op, maar dat zeggen we nog maar even niet. Ja, niks hoor. Wat zeg je? Waar blijven jullie nou? Oh, waar blijven we? Ja. Nou, we zijn onderweg, hoor. Wauw, jongens. Wat een omgeving. Oh, de zon is net onder. Maar kijk eens hoe gaaf dat er allemaal uitziet. Wauw. En ook heel veel beestjes. Maar we zijn dus onderweg naar een parcoursbaan die wij zagen toen wij het park opreden. Dan kan Nova nog heel eventjes spelen voordat het te donker wordt. Want de zon is dus inderdaad net achter mij ondergegaan. Maar het ziet er hier echt super gaaf uit. Echt een hele rustige omgeving ook. Daar word je gewoon bijna zin van. Nou, dat hebben we wel eens nodig, toch? Lukt het niet meer? Zo. Ja, je moet ook... Trap en luister. Maar het ging hierom van met de step omhoog. Dat het erg stijl was, ja. Oh. Hallo. Goed blijven doortrappen. Dan hoor je zo een verhaaltje over de dieren in de dierenweide. Kijk, wow, kijk uit, wow. Oh, hier, kijk, boven zo nog een keer. Wow. Die gaan landen hoor, daar in de vijver. Ze zijn de landing aan het inzetten. En... plons, ja, gelukt. Maar goed, ik wou net voor gaan vertellen dat we dus zijn aangekomen bij het parcours. Nou, dat is best wel een grote hero. En Nova is al druk bezig, zoals jullie kunnen zien. Gaat helemaal zo naar boven toe. En buiten het parcours hebben we hier ook een minigolfbaantje. Oh, er komt weer een hele delegatie aan, jongens. Kijk eens. Wow. Ook die komen landen. Wauw. Ze zijn allemaal geland, toch? Die hele delegatie, die zwanen die overkwamen. Of zwanen, wat zijn het eigenlijk? Ganzen. Ja, ganzen. Nova is nog steeds druk bezig. Hey Nova, ik zie weer dat je lampjes nog steeds doen. Ja, vet, ja. Doe stampen. Ja, wow, daar ga je eraan. Ja, gaaf. En dat gebouw is het restaurant en het terras. Dan hebben we daar het zwembad. Je ziet de glijbanen. De choppers die je kan huren. En een hint, jongens. Een hint.
naar wat wij binnenkort ook gaan doen. Ik denk niet de volgende vlog, maar die vlog daarna. We moeten even kijken hoe onze planning is. Maar dat is een hint in ieder geval. Kijk, en nog tennisvelden. Nee, dat gaat niet passen. Nee. Voetbalveld daarachter. Ja, genoeg te doen hoor, jongens. En het is nou lekker behagelijk. Morgen wordt nog een mooie dag. En dan gaan we jullie nog veel meer van het park laten zien. Wauw, er is hier zoveel te doen, jongens. Maar dat gaan we jullie laten zien in onze volgende vlog. Waar wij in de dag hier op het park gaan vertoeven. Hier in Landal, Hoogvaals. Zo, en toen zaten we weer lekker op de bank in het huisje. Ja, wat vind jij van het huisje? Ik vind het een mooi huisje. Mooi huisje? Ja, leuk, sfeervol. Het is gemoderniseerd, maar nog wel aan de buitenkant wat verouderd. En dat geeft een heel leuke combinatie eigenlijk. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe druk het in het park is. Het zag er allemaal extreem rustig uit vandaag. Maar ja, dat zien we morgen. Morgen is het een zaterdag en dan gaan we hier het park verkennen. Laten we jullie veel meer beelden zien van het park. En ik ga uiteraard ook mijn drone de lucht inschieten. Je mag hier vliegen. Het zit hier aan een golfcomplex. Of hoe noem je dat? Golfcomplex, hè? Ja. Een golfbaan. Dus het is het is veel open ruimte. Dus ik denk dat ik wel hele gave shots kan maken met die drone. Dat gaan jullie allemaal zien. En samen met de planning die Melissa nu aan het maken is van wat we allemaal hier op het park kunnen gaan doen. We gaan niet alles doen. Dat gaan we niet redden in het tijdsbestek. Maar we gaan proberen zoveel mogelijk aan jullie te laten zien. Dat zien jullie weer in de volgende vlog. En dat betekent dat we deze vlog nu gaan afsluiten. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dat zeker niet te doen. Onder onze video vind je zo'n mooie rode abonneerknop. Is hier rood? Heb je er nog niet op geklikt? En is hier grijs? Dan ben je al geabonneerd. Super bedankt daarvoor. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je van ons een bericht zodra wij een nieuwe vlog hebben geüpload. Dus dan mis je echt helemaal niks meer van ons. Laat natuurlijk die blauwe duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Hoezo verwaand? Hè? Jongen. Nou... Het huisje is aangenaam. Zo, de bedjes zijn weer opgedekt. Zo, dat is beter, hè? Ja, wacht, even opnieuw. Maar kijk nou, je hebt gewoon een hele witte snor. Nee. Lekkere fruitmelk, hè? Ja. Nam. Wauw. Er is hier zoveel om te doen en te laten zien. Maar dat zien jullie in een volgende en de vlog van ons bezoek hier aan Landal. Hoogvaals. En dat betekent dat we deze vlog nu gaan afsluiten. Onder onze video vind je zo'n hele mooie abonneerknop. Als je daarop klikt, dan krijg je van ons automatisch ook weer berichten. En mis je geen enkele video van ons. En helemaal als je dat belletje ernaast nog aanvinkt. Want dan mis je echt niks meer van ons. Nee, klopt ook niet wat ik zeg.